Ja jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Black Friday. Kijk naar Manchester City en zie Johan Cruijff. Oftewel de gedachtegoed van Cruijff in het hedendaagse topvoetbal, Pieter. En daarvoor hebben we een speciale gast vandaag. Hè? Een specialist eindelijk aan tafel. Eindelijk een specialist aan tafel, maar ook wel een hele speciale gast. Ik denk wel dat hij wat gespannen is, dus ik denk dat we eventjes gewoon een beetje rustig moeten beginnen. Warm bad creëren. Want dit is ja niet zomaar een show, dit is ja, de Black Friday show natuurlijk. Maar past Bas in? Daar past hij zeker in. Maar Bas, ja, hoe... Eindelijk is in een rubriek die wel succesvol is, zei ik al. Hè? Alle ballen op Bas is natuurlijk, ja, hoe zullen we het zeggen? De nek omgedraaid. Ja, dat moet je. Nee, niet de nek omgedraaid. Nee, maar ik vind het leuk om hier te zijn. Een van de trouwe kijkers natuurlijk. Een van de vele trouwe kijkers. En nou ja, Pieter, het was denk ik in januari dat je me de opdracht gaf, hè, voor Manchester City. Ja. Tenminste, idee vanuit de hoofdredactie. Om eigenlijk met aan de hand van de ideeën van Cruijff naar Manchester City van nu te gaan kijken. En ik weet nog, in die week speelden 3 competitiewedstrijden. En ik moet zeggen dat ik het toch wel erg tof vond. Een van de leuke verhalen die ik... in ieder geval, het was heel leuk om te maken. Ook omdat je toch weer net wat andere dingen ziet bij City. Je herkent eigenlijk wel heel veel. Ja. Je kijkt eigenlijk met een frisse blik naar City. Ja, wat ook wel leuk is, hè, Pieter. Want vaak als we het over Cruijff hebben, dan is het altijd... Maar ja, logisch natuurlijk. Ajax, Barcelona, Oranje, hoe spelen ze? Is het zoals Cruijff het zou willen? Maar goed, nu hebben we het over Manchester City. Misschien wel als het meest sprekende voorbeeld eigenlijk. Als we kijken naar de uitgangspunten waar Cruijff voor staat. Ja, 100%. Het is... Nou ja, Guardiola is denk ik zijn trouwste discipel. En tegelijkertijd is het iemand die wel continu bezig is met... hoe kan ik nou weer een volgende stap hierin zetten vanuit dezelfde uitgangspunten. En dat is ook de reden, dat is ook in dit verhaal zo... dat we dan spelprincipes, hebben we het al eerder over gehad, als uitgangspunt pakken. Dus niet per se van wat is nou zijn specifieke formatie... of wat is nou het exacte detail, hoe hij dat uitvoert. Maar meer, wat zijn de algemene uitgangspunten? Wat is het idee daarachter? En dat idee daarachter, dat zie je nog steeds iedere week meerdere keren terug bij Manchester City. Het is dus niet per se de opstelling waar hij altijd vanuit speelde, maar meer de principes. Want ook Cruijff wisselde wel eens met systeem, toch? Ja, en ik moet zeggen, als je naar City kijkt, dan besef je eigenlijk ook pas hoe onzinnig het is om in informaties te praten, hè, van 4-3-3. Kijk bijvoorbeeld Cancelo. In bijna iedere situatie staat hij ook op een andere plek. Natuurlijk staat hij op papier wel als rechtsback opgesteld. Maar formatie is een startpunt. En uiteindelijk zie je dus naarmate van de spelprincipes, laat maar zeggen, dat een elftal zich positioneert, toch? Ja, klopt. En het verschilt ook per tegenstander. Hè. Dan houdt Mahrez het veld weer breed op rechts. Dan is het Sterling op links, hè, net waar de kansen liggen. Zo zie je bij City wel heel veel variatie in het spel. Ja. En ik vind het toch wel knap ook hoe ze in die periode... Hè, ze raken de Bruyne kwijt, hoe ze dat weten te camoufleren. Het is wel een sterk punt ook. Ze zijn minder afhankelijk. Als je naar topploeg kijkt, Barcelona is natuurlijk enorm afhankelijk van Messi. Hè? Real Madrid was dat van Ronaldo. En dit City lijkt ook niet echt afhankelijk van één of twee spelers. Ja, ze hebben toen op een gegeven moment, in dat jaar dat de Bruyne er bijna niet bij was, met Bernardo Silva op het middenveld, hebben ze alsnog de hele Premier League vernietigd met cijfers die je daarvoor en daarna nooit meer gezien hebt. Het is natuurlijk ongelooflijk dat Liverpool eigenlijk die cijfers ook heeft gepakt. Want daarvoor zei je in de Premier League, als je 90 punten pakt, dat kan al bijna niet. En hij pakte er 100. Dat is natuurlijk al vrij bijzonder dat hij dat voor elkaar heeft. En ook dit seizoen, als je gaat kijken, de spitsen, Gabriel Jesus en Sergio Aguero zijn bijna het hele jaar weg geweest. De Bruyne hebben dit jaar nog nauwelijks op zijn echte niveau gezien. Sterling is niet eens bijzonder. Sterling niet eens bijzonder. Toch presteert Manchester City ongelooflijk goed. En dat laat zien dat het ook meer is dan die spelers. Het wordt natuurlijk altijd ook een beetje flauw gedaan over City. Van als ik al die spelers kan kopen voor 400 miljoen, dan kan ik het ook. Dat is toch ook heel makkelijk. Maar we hadden het over Cancelo, de back. Laat maar zeggen, een eenvoudige rechtsback, zo kenden we hem in eerste instantie. Maar die zie je nu heel veel op het middenveld spelen. Gundogan, hele goede controleur, is nu een hele goede aanvallende middenveld. Dus je ziet er ook wel veranderingen, laat maar zeggen, met van spelers ontstaan. Ja, je ziet spelers beter worden omdat ze komen te spelen in een bepaald concept en daardoor functioneren. En dat is de hand van de trainer. Hij maakt spelers beter en hij is er in staat om die spelers op een andere manier uit te vinden. En natuurlijk heeft hij ook AA-materiaal, dat geeft hij zelf natuurlijk ook als eerste toe. De laatste werd het weer een keer gevraagd. Dat was natuurlijk half cynisch en half gemeend. Zei hij, waarom win ik alles? Dan komt dat ik zoveel geld heb om de beste spelers te kopen. Dus hij begrijpt ook wel dat het moet met de beste spelers. Alleen, je moet die beste spelers nog wel op een bepaalde manier
laten voetballen. En daar slaagt hij gewoon ongelooflijk goed in bij dit City. Ja, dat is de controle die ze soms hebben, dat was afgelopen week, dat is tegen de tijd dat we uitkomen, niet meer afgelopen week. Dan is het de week daarvoor tegen Wolves. Ja, dan zit je ook naar iets ongelooflijks te kijken. Gewoon de eerste half uur 85% balbezit. Ja, die tegenstander loopt alleen maar achter de bal aan. En je weet, op een gegeven moment gaan ze tot kansen en tot doelpunten komen. En ja, die totale dominantie, ja, dat is nog extremer doorgevoerd, de filosofie van Cruijff eigenlijk. Ja, we gaan het straks over de uitgangspunten van Cruijff hebben, Bas. Maar wat ik opvallend vond in jouw verhaal, dat het tiki-taka voetbal, wat echt gekoppeld wordt aan Pep Guardiola, dat hij dat zelf als iets heel negatiefs ziet. Terwijl wij hebben eigenlijk al die tijd hebben we het over tiki-taka voetbal, waarvan we genoten hebben in de Barcelona-tijd, toch? Ja, hij vertelt er in een boek. Hij is bij Bayern München in die periode is hij op de voet gevolgd. Ja. Jij weet de naam van schrijver vast, hè? Ja. Josie Pertomeu of zo? Nee, Pierre Arnau heet hij, geloof ik. Ja. Catalaanse achternaam, ja. Die heeft hem op de voet gevolgd bij Bayern München, later ook bij Manchester City. Daarom vertelt hij eigenlijk ook heel openhartig over dat soort zaken. Hij zegt, ik word gek van tiki-taka. Het staat eigenlijk voor iets wat hij helemaal niet voor ogen heeft. Tiki-taka staat voor combineren, rondootjes, een soort eindeloze rondo. De tegenstander tuurluurs spelen. Terwijl Guardiola wil natuurlijk wel degelijk diepte in het spel. En natuurlijk is er een fase in een wedstrijd waarin het handig is om te temporiseren en een balletje rond te laten gaan. Ja. Alleen, het kan nooit een doel op zichzelf zijn. Nee, het moet een middel zijn en geen doel. Dat is eigenlijk wat hij stelt. Ja, klopt. Dus hij gruwelt daarvan. En dat vond ik wel interessant, omdat dat is toch vaak een misverstand, hè? Tiki-taka spelen. Ja, dan denken veel mensen aan mooi voetbalspelen, wat Guardiola doet bij City. Ja. En de Hollandse school, waar Cruijff natuurlijk voor staat. Ja. Dat is ook een beetje toch een vaag begrip, hè? Als je een 10 man op straat vraagt om uit te leggen waar de Hollandse school voor staat. Nou, wat vind jij? Ja, ik zou zeggen voor attractief voetbal, dominant, het initiatief nemen. Ja, maar het wordt wel eens verward met balbezit, hè? Gewoon oneindig veel balbezit hebben. Want daar hebben wij het ook wel eens eerder over gehad. Op het moment, toen met de nieuwe bondscoach. Dat jij bang was dat er weer ouderwets veel breedtepaas van links naar rechts speelt. Terwijl je juist dieptespel wil zien. Ja, dat komt uiteindelijk weer terug. Ook weer op spelprincipes wat mij betreft de Hollandse school. En dan ook eigenlijk die spelprincipes die ook weer heel erg relateert aan Cruijff. En op het moment dat je de Hollandse school op die manier definieert. Kijk, dat is natuurlijk op een gegeven moment ook een discussie van kan dan nog? En je ziet dat als je het definieert zoals in die spelprincipes, dan zie je eigenlijk overal die spelprincipes terugkomen. Dus dat is niet alleen bij het City van Guardiola, maar ook bij het Liverpool van Jurgen Klopp. Zie je ook een heleboel spelprincipes terugkomen die eigenlijk Cruijffiaanse spelprincipes zijn. Het is niet zo dat in één keer weer in een tijdperk zijn gekomen waarin voetbal met z'n allen voor de goal hangen en met z'n allen verdedigen, dat het dominant is. Nee, je ziet juist een ontwikkeling in internationale voetbal, dat het balbezit voetbal, het overtallen uitspelen in de opbouw, het direct druk zetten bij balverlies, eigenlijk allemaal hele Nederlandse principes, dat dominanter is dan ooit. Je ziet de beste teams op dit moment in Europa zijn de teams die erin slagen om zo ver mogelijk van het eigen doel de bal te veroveren. Ja, dat is de klassieke Cruijff-theorie van als wij de bal hebben kan de tegenstander niet scoren. Je moet hem zo ver mogelijk van je eigen doel veroveren. Nou, dat is de trend die je op dit moment ziet in Europa. Er wordt eigenlijk meer Cruijffiaans gevoetbald dan ooit. En dus want gegenpressing past daar toch ook in? Ja, en dus dat waar Nederlands voetbal op een gegeven moment in zat, 5-6 jaar geleden, dat bijna een soort van waanidee ontstond dat we dat allemaal los moesten laten om weer succesvol te worden. Ja, juist niet. En je ziet natuurlijk dat natuurlijk ook heel goed aan Ajax, waar ze juist meer daaraan zijn vastgehouden, maar dat wel naar de moderne tijd brengen met Erik ten Hag. Ja. En dat dat kan, zoals ook Arne Slot dat heeft laten zien bij AZ, dat dat kan. Dus ja, die Cruijffiaanse principes, die zijn nog steeds ontzettend relevant. En dat zie je terug bij City, die dit jaar ook gewoon weer heel succesvol zijn. Nou, laten we eens bij de eerste beginnen, want dat gaat om onderlinge afstanden, om minimale meters. Waarbij Cruijff stelt van, als ik een hele tuin moet verdedigen, dan ben ik de slechtste. Maar heb ik een klein vakje van de tuin, dan ben ik de allerbeste. Ja, de onderlinge afstanden goed houden, hè? Zowel in balbezit als balbezit bij tegenstander. En we hadden het net over de Hollandse school. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie was, maar toen ik in de jeugd speelde, werd altijd gezegd als de keeper de bal had van veld breed houden. Weet je wel? Ja. Ruimte creëren eigenlijk. Terwijl als je de bal dan plotseling kwijtraakt, zijn de onderlinge afstanden ook groot. Dus natuurlijk moet je wel zorgen voor breedte in je spel. Maar het is niet heel zinnig om met z'n allen breed te gaan staan, zeg maar. Want dan heb je ook een heel groot veld te verdedigen. En dat zie je bij City bijvoorbeeld heel goed. In die wedstrijd die ik geanalyseerd heb, Mahrez is daar rechts buiten. Die staat breed.
Maar tegelijkertijd staat hij, bieden ze hem ook de ruimte. Ze zorgen dat er niet al te veel ploeggenoten dichtbij hem komen, zodat er wel ruimte is om de actie te maken. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel spelers in de as. En die onderlinge afstanden, die kloppen allemaal. Dat kun je zo uittekenen. Dus eigenlijk ga je nu terug naar minimale breedte. Want voorheen was het balbezit breed, balverlies klein, laat maar zeggen. Met minimale breedte hou je eigenlijk in dat er wel bezetting moet zijn aan de zijkanten. Maar niet te veel. Ja, en vaak ook maar bezetting met één. En dat is natuurlijk ook wat je nu bij het huidige City ziet. Dus dan is er één iemand die het breed houdt. Maar ook niet meer in de eindfase. Dus in de eindfase zul je altijd zien of dat nou Sterling is aan de buitenkant. Of dat dat Mahrez is of wie daar dan ook staat. Dat hij in de eindfase, ook Foden als hij daar speelt. Ja, dan komt hij ook de 16 in. En dan is er eigenlijk helemaal niemand meer die het breed houdt. Ja. En dat is ook een beetje het doorvertalen van die principes. Dus Cruijff heeft natuurlijk ook toen hij trainer was bij Ajax bijvoorbeeld. Dat je nog echt van het schip rechtsboot op rechts. De Wit linksboot op links. Achter Van Basten en pompt die ballen er maar in. Ja, dat is niet meer hoe er nu gevoetbald wordt. Maar het is een doorvertaling daarvan. En een van die effecten daarvan is dus dat die backs, dat die veel meer aan de binnenkant komen te spelen om die counters van tegenstanders eruit te halen. Maar in principe zeg je van, je hebt nog steeds dat de onderlinge afstanden net als vroeger klein zijn. Alleen is dat iets anders vertaald nu. Nu is dat nog iets meer doorgevoerd. Eigenlijk wat je zegt, houd niet alleen maar breed. Want op het moment dat je bal kwijtraakt, dan ben je ook die ruimte ben je kwijt. Dus eigenlijk in balbezit al denken aan balverlies? Ja, je ziet het steeds extremer worden. Ik denk ook als je gaat kijken naar de posities van de centrale verdedigers. Weet je, als iemand City gaat kijken, kijk nou eens een keer waar die centrale verdedigers staan op het moment dat City de bal heeft. Je ziet de meest ongelofelijke dingen. Die staan gewoon 10 à 15 meter voor de middenlijn. Dus het is niet eens meer dat ze net op de middenlijn staan of achter de middenlijn staan. Nee, die staan ook al 10, 15 meter naar voren. Omdat ze dan, als de bal kwijtraken, nog makkelijker direct druk kunnen zetten. Dan geef je natuurlijk ook enorme ruimtes daarmee weg. Maar het is wel, dan zijn die onderlinge afstanden kleiner. En dan kun je er beter in slagen om direct weer terug te winnen. Ja. Maar als je daarna gaat kijken, zelfs bij Bayern München zie je dat ook gebeuren. Met Alaba als die centraal achterin speelt of met Boateng. Die staan gewoon al 10, 15 meter over de middenlijn als ze de bal kwijtraken. Maar daardoor kunnen ze meteen weer terugwinnen. Dat is ook eigenlijk heel Cruijffiaans gedacht. Ik zie zo Cruijff als trainer nog weer een keertje uitleggen waarom jij als centrale verdediger 20 meter voor de middenlijn moet staan. Maar dan kom je gelijk op principe 2, is dat de spits de eerste verdediger is. Dat is eigenlijk een verlengde hiervan. Ja, precies. Want nou kijk, Kevin de Bruyne is denk ik een mooi voorbeeld. Zet je Kevin de Bruyne, stel je die op als rechtsback. En je laat hem een snelle buitenspeler verdedigen. Nou, Sané bijvoorbeeld. Dat is een slechte verdediger, zeker in een grote ruimte. Ja. Alleen door het klein houden van die onderlinge afstanden en vooruit te verdedigen, maak je het verdedigen voor de Bruyne ook aantrekkelijker. Hij moet kleinere ruimtes verdedigen. Hij kan gebruik maken van zijn felheid, van zijn inzicht. En dan zie je ook dat hij verrassend veel intercepties heeft. Ja. Ontzettend veel. En zo heb je wel te maken bij City natuurlijk. Zeker die avant ingestelde spelers. Ja. Die moeten allemaal inzicht hebben, die moeten meegaan in teamdiscipline. Sané heeft er een tijd mee geworsteld, Mahrez heeft er ook wel moeilijk mee gehad. Aguero, Jesus was dan natuurlijk wel een jongen die het snel oppikte. Hè. Die kreeg toen ook de voorkeur boven Aguero. Maar wat maakt het dat zij dat moeilijk vinden, Bas? Ja, omdat het voor sommigen heel erg tegen de natuur in is. Bijvoorbeeld Mahrez bij Leicester City. Ja, die heeft ook bijna een jaar nodig gehad bij Guardiola om in die teamtactiek dus ook het breed houden in balbezit, maar ook inderdaad meteen druk zetten bij balverlies. Nou, Mahrez die vond het toch nog wel lekker, ook bij Leicester City, om het even te laten lopen, rustig zijn positie weer in te nemen. Beetje smokkelen. Daar hebben veel spelers last van, hè? Dat ze van nature op het moment dat je bal kwijtraakt, dat iedereen achteruit loopt. Terwijl daarvan wordt verwacht, je moet juist vooruit, toch? Ja, maar het is natuurlijk ook je natuurlijke reactie op het moment. Kijk, als je ons met z'n drie op een pleintje zet, ik zou niemand aanraden om daar naar te kijken. Maar schijn ook een beeld van mij te zijn, Bas. Maar stel dat je ons met z'n drie op een pleintje zet en jij bent een dribbel aan het doen en je raakt de bal kwijt, dan denk je, bal kwijt. Je hebt niet je natuurlijke reflex om te denken, oh, die pak ik meteen weer terug. Denk, laat iemand anders het maar oplossen. Mijn dribbel zit erop en ik geloof het wel. En bij alle aanvallende spelers zit dat een natuurlijke instinct. Plus, wat je er natuurlijk ook nog bij krijgt, is dat die aanvallende spelers, die waren natuurlijk vaak in de jeugdopleiding, de beste van het team. Iedereen leverde de bal bij hen in. En op het moment dat ze de bal kwijtraakt, werd het vaak ook nog wel goed gevonden van, die laat hem lopen. Want Pietje, die schiet er toch 7 voor ons in. Mahrez, natuurlijk in Algerije, ieder jeugdteam waarschijnlijk waar hij gezeten heeft, schoot hij in iedere wedstrijd schoot hij er 8 in. Dus dat je dat 3 keer de linksback laat lopen, dan vindt niemand gaat daar wat van zeggen. Nee. Totdat je op het allerhoogste niveau komt. En dan in één keer moet je ook terugverdedigen en dan spelers daarvan overtuigen om dat te doen. Ja, dat is ook een enorme kwaliteit. En je ziet dat Guardiola, die heeft het wel overal voor elkaar gekregen. Messi verdedigde nog echt fanatiek terug onder Guardiola. Guardiola heeft ook wel eens gezegd van, als je Messi in die periode linksback had gezet, was hij ook de beste linksback
ter wereld geweest. Omdat hij ook echt heel veel ballen in die periode nog afpakte. Ja. Daarna zijn er bijna geen trainers meer geweest die Messi ervan overtuigd hebben van... joh, doe ook even mee als we moeten verdedigen. En ja, dat laat ook wel de impact van Guardiola zien. Dat is ook hoe Cruyff het altijd deed bij zijn teams. Ja, de sterspelers, ja, die pakte hij eigenlijk het hardste aan. En daarvan ging hij het meest eisen. Ja. Omdat hij ook wel wist, ja, Ronald Spelbos in die tijd, een modale centrale verdediger. Ja, daar hoef ik niet de maximale van te eisen. Maar wel van Marco van Basten, die mijn allerbeste speler is. En dat is ook een manier van denken. En dat zie je ook bij City wel echt terug. Dat juist... de sterspelers, daarvan wordt ook het meeste gevraagd op het moment dat ze de bal kwijt zijn. Ja, en wat dan wel grappig is, want hij noemt dan Mark van Basten, die wordt het hardst aangepakt. Dat is ook degene voor de tegenstander die je altijd in de gaten moet houden. En op het moment dat je met een sterspeler te maken hebt, dan zal menig trainer, zeker vroeg gezegd hebben, die moet de bal niet krijgen, dus die moet kort gedekt worden. Maar daar denkt Cruyff anders over, hè? Ja, Cruyff, uiteindelijk, het gaat om het bespelen van de ruimtes, hè? En hij zaait heel vaak verwarring, zoals Guardiola nu doet. Natuurlijk ook met spelen met een valse spits. En het gaat om het invullen van posities. Er moet altijd diepte in het spel zijn. Maar er moet ook altijd, bijvoorbeeld voor Mahrez, de optie liggen inderdaad om die dieptepaas te geven. Binnen door die steekpaas, maar ook altijd een tikje breed. Zodat er een soort vangnet is als hij even niet de ruimte ziet voor een dribbel. Het gaat er denk ik vooral om dat je... variatie in je spel hebt. Ik zag er Alexander Arnold laatst nog over vertellen. Hij zei, ja, ik oefen eindeloos op die crosspaas richting Robertson. Mm-hmm. Maar ik moet hem niet eindeloos vaak geven, want dan gaat de tegenstander daarop Het moet een wapen zijn en het moet geen standaardbal zijn. Nee, precies. Dus variatie is heel belangrijk. En dat zie je bij City in het spel. Hè. Ze hebben natuurlijk dit seizoen ook heel vaak gespeeld zonder Jesus, zonder Aguero. En dan wisten ze die invulling van die spitspositie wisten ze gewoon heel goed af. En dan is het ook Gundogan die vaak in een positie komt, in een scoringspositie. Ja. En natuurlijk springt hij daar geweldig mee om. Maar ja, als je maar vaak genoeg op die positie komt, dan komen de goals eigenlijk vanzelf. En de truc inderdaad met die ruimtesverdedigers denk ik ook een beetje, en dat zie je ook wel bij Guardiola nu terug, dat het erom gaat niet van, ja, wat kan een speler individueel? Als verdediger, eigenlijk ook al alle verdedigers van City, dat was in Cruyff teams ook al zo. Ja. Als je die gaat analyseren, dan zeg je, ja, eigenlijk kan hij niet verdedigen. Dus hij speelde in die periode met Guardiola en Koeman achterin. Ja, die konden allebei ook niet lopen, sprinten. Die waren niet snel, die konden niet koppen. Hij speelde met linksback, speelde hij met Sergi. Dat was een oude linksbuiten, die als linksbuiten niet goed genoeg bevonden was. En aan de andere kant speelde hij met Ferrer. Ja, wat ook niet de beste verdediger ter wereld was. Maar als je die goed laat functioneren in het team en ze staan op de goede positie, ja, dan kunnen die spelers op het allerhoogste niveau mee. En eigenlijk zie je bij City natuurlijk een beetje hetzelfde. John Stones, maar ook Ruben Dias, Laporte, dat zijn niet de snelste spelers. Fernandinho, die heeft veel centraal achterin gespeeld natuurlijk bij Guardiola. Ja, het zijn allemaal niet spelers waarvan je denkt, nou jongen, er staan wat centrale verdedigers. Het zijn wel intelligente jongens die ruimtes verdedigen en ook in kunnen schatten, toch? Dat is wat je zoekt. Ja, precies. En dat is hoe Guardiola het ook iedere keer uitlegt. Ja, waar het om gaat is dat we als team goed staan en dat je daar spelers hebt staan die ook het team op de goede manier neer kunnen zetten. Ja. Hij werd laatst naar gevraagd, ook naar Ruben Dias, van ja, wat is nou zijn unieke kwaliteit? En hij begon niet over Ruben Dias kan goed koppen, of Ruben Dias heeft een fantastische tackle. Hij heeft ook ooit in Engeland nog een hele controverse ook gehad met journalisten die vroegen toen van, ja, waarom tackelen jullie niet? Ja, we moeten niet meer tackelen, we moeten minder tackelen, was de uitleg van Guardiola. Nou, in Engeland dacht iedereen, die is knettergek, maar dat is natuurlijk precies hoe Johan Cruijff ook dacht. En toen werd gevraagd naar Dias, waar is hij nou goed in? Toen zei hij, ja, kijken. Hij kijkt links, hij kijkt rechts. Het is zijn ploeggenoot op de goede plek. En hij is continu bezig met het scannen en het oriënteren van de situatie. Waar moet ik staan om die bal te kunnen vangen? En daardoor is hij voor mij een topverdediger. Ja, en dat is gewoon een andere manier van denken. Het is niet denken vanuit, ik moet een speler hebben die de snelste is, of fysiek de sterkste is, of alle luchtduels wint. Nee, dan ga je echt naar mandekking, toch? En uiteindelijk staat Guardiola voor zonnedekking. En dat is ook eigenlijk het punt van, ja, als iemand niet gedekt wordt, dan kan hij ook niet uit de dekking lopen. Dat is eigenlijk waar dat voor staat, toch? Ja, en het kijken van Dias is natuurlijk wat Stones ook enorm helpt. Ik kan me nog een uitwedstrijd tegen Norwich City herinneren met Stones en Otamendi centraal achterin. En het was onrust. Otamendi straalt er onrust uit en is denk ik ook minder sterk in die punten waar Dias juist in uitblinkt. Hè? Ja. En blijkbaar is Dias op die punten ook wel beter dan Laporte. Want ja, dat lees je toch wel af aan de keuzes die Guardiola tot nu toe maakt. En je ziet Stones... Ja, die ontwikkelt zich ook geweldig dit seizoen. Hè? Ja, geweldige centrale verdediger. Terwijl eerst werd er toch nog een beetje lacherig over gedaan. Van ja, die neemt veel te veel risico, die heeft te weinig inzicht.
Ja. Hey, als we naar de volgende gaan, hè, dan is een speelstijl waarin een breedte paas onacceptabel is. Nou, die kennen we allemaal, toch? Want je had het net over als je in de jeugd bent, van, ja, je hebt de bal nu groot, balverlies en dan klein. Breedte mag ook nooit, toch? Want dat is altijd de gevaarlijkste bal. Maar dat is toch een vrij eenvoudige, eenvoudig principe. Het idee is heel eenvoudig, maar de praktijk, hoe zorg je er nou voor dat dit ook daadwerkelijk kan? En dat je iedere keer die paas voorwaarts of die paas diagonaal kan geven, nou, driehoekjes, derde man, al dat soort situaties. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend complex. Dat is natuurlijk ook gewoon het geheim van Guardiola-teams, dat ze continu die structuur hebben. Hij heeft dit seizoen ook weer uitgebreid over gesproken. Ja, waar het om gaat is dat als een speler de bal krijgt, dat hij altijd weet wat zijn opties zijn. Dus als de rechtercentrale verdediger de bal krijgt, dan weet hij, dat is zoals dit seizoen gaat, dan speelt de rechtsback aan de binnenkant. Heb ik een optie aan de buitenkant met een speler die het daar breed houdt. En nog een speler naar aanvallende middenvelden die achter die verdedigende middenvelders van de tegenstander probeert zich aanspeelbaar te maken. Dus die drie opties heb je nooit altijd. Spelers naast elkaar, hè? Altijd schuin ten opzichte van elkaar. Altijd toch? Inderdaad schuin ten opzichte van elkaar. En altijd die driehoek is ook altijd dat als je dan voorwaarts speelt, dus als hij in dit geval voorwaarts zou spelen, bijvoorbeeld richting de spits, dat hij meteen de vallende bal kan spelen op een speler die erachter staat. En dat vraagt om een structuur waarin continu die spelers zo staan. En bij City is dat in de meeste gevallen. Ja, die komen, kijk, we zeggen vaak van 4-3 spelers. Hè. Maar ze spelen eigenlijk altijd, als je ze de bal ziet hebben, in een 3-2-4-1 structuur. Ja. Dus altijd de manier waarop je City zou zien spelen. En dat is natuurlijk ook de structuur waarin je dat garandeert. Want dan staat die meest centrale verdediger staat er meestal iets nog achter die andere twee. Precies. Heb je daar al een driehoekje. Nou, heb je die twee aanvallende middenvelders. Die vormen natuurlijk ook weer driehoekjes met die spelers daarachter. Ja. Die buitenspelers, die zorgen weer voor opties in de breedte. En je hebt nog die spits. Dat is natuurlijk ook vaak ook nog een valse negen die dan eruit beweegt om dan ook nog een optie te zijn. En al die spelers kunnen weer kaatsen op elkaar. Alleen, om in die structuur te komen, dat vraagt heel veel training om dat op de goede manier te doen. Want dan kom je, en daar hebben trainers het ook vaak over, dat je een linie over moet slaan. Ja, dat is dan eigenlijk wat je wilt, toch? Ja, maar dat doet hij eigenlijk inderdaad door die opstelling. Hij haalt eigenlijk opties in de breedte weg in het opbouwspel. Want normaal een tikkie, het was op een gegeven moment ook een soort Hollandse ziekte, hè? Een tikkie naar de back en dan weer terug. En die back staat er überhaupt niet bij zitten. Nee, precies. Dus die optie is weg. Ja. En daar voorkom je eigenlijk al een hoop problemen mee. Want laten we eerlijk zijn, als je hoog wil druk zetten als tegenstander, dat is eigenlijk niet zo makkelijk als een back onder druk zetten. Want de zijlijn schermt natuurlijk al het gebied 50% af. Ja, achterlijn ook nog 25%. Ja. Daar kun je ook niet heen. Nee, dus als back, als jij vast wordt gezet, dan zijn heel weinig opties die overblijven. Ja, risicovolle paas richting centrale verdediger of een lange bal. Dus niets is zo aantrekkelijk eigenlijk als een back onder druk zetten. En daarom vraagt Guardiola ook aan zijn backs om of op te schuiven of naar het centrum te gaan. Ja, want daar hebben we ook een voorbeeld van. Hebben we eerder in Black Friday ook besproken. Daar zie je dus ook dat een back eigenlijk niet aangespeeld mag worden. En dan zie je deze structuur, toch? Ja, en hier, dit is waar we het net over hebben. Hier zie je alweer helemaal niet meer terug dat iemand aan de zijkant staat op een positie waarvan je zou zeggen dat is een back. Nou, hier heb je die buitenspelers die het breed houden, maar ook daarachter zie je dus dat die backs daar niet ook nog breed. En die backs die komen naar het centrum om extra opties te hebben in het middenveld. En dat is natuurlijk ook heel erg de Cruyffiaanse gedachte, dat je continu zorgt voor die vrije man op het middenveld, die vrije man op het middenveld vinden en van daaruit doorvoetballen. En dat klinkt allemaal ontzettend makkelijk, maar het is natuurlijk best wel lastig. Ja. Omdat in de praktijk van de Premier League, waar eigenlijk alle teams tegen City zo spelen zoals hier Crystal Palace speelt, 11 man op eigen helft en het centrum volbouwen, om dan toch iedere keer die vrije man te vinden op het middenveld. Ja, en mede door de structuur waarin City speelt, lukt ze dat. We hebben het hier vanuit een 4-3 formatie. Ze hebben het over driehoeken, tenminste 4-3 in ieder geval, buitenspelers. En we hebben het over driehoekjes, daar staat Cruijff ook voor. Want we hadden toevallig in de vorige Black Friday over het moment dat Cruijff op het krijtbord aan Jan Mulder en meneer Barend uit ging leggen. Ja. Hoe oranje speel, dat was echt fenomenaal. Ja. Maar hij zegt ook, een 4-4-2, dat heeft absoluut niet zijn voorkeur. Daarvan zegt hij, dat heeft niets met positiespel te maken, want dan ben je dat dus allemaal kwijt. Dan heb je dus niet die driehoekjes en die onderlinge afstanden. Ja, je mist driehoekjes, maar, hè? Zijn simpele conclusie als je naar 4-4-2 kijkt, gewoon uitgetekend al. Ja, maar toch zijn er veel ploegen die zo spelen. Ja, maar ik daag je uit om één goede ploeg te noemen die het echt moet hebben voor een positiespel. Ja. Die 4-4-2
vlak speelt. Kijk, Atletico speelt, nou, dit is dus ook weer iets anders, maar die speelde vaak 4-4-2 vlak. Alleen ja, Atletico, dat was dan niet bepaald de ploeg waarvan we zeiden, nou, die moet het van opbouw hebben. Nee. IJsland of zo, die had ook succes in de 4-4-2 vlak. Alleen dan krijg je toch een ander type. Die worden op andere vlakken geroemd, hè? Niet op het voetbal. Nee, bijna allemaal inderdaad andere principes. Hè? En die ploegen blinken ook eigenlijk allemaal bijna allemaal hetzelfde uit. Burnley bijvoorbeeld ook. Direct spel, compactheid bij balbezit van de tegenstander. De oude Engels voetbal, kick and rush. Gewoon snel naar voren en aansluiten. Ja, en Atletico, je kunt je ook wel veel Champions League wedstrijden herinneren. Zeker in de knock-out fase, waarin ze ruimtes extreem klein hielden. Mm-hmm. En dan er snel uitkomen. Ja. Ik denk 4-4-2 is gewoon wel een heel lastig systeem als jij initiatief wil nemen op de helft van de tegenstander. Wilt voetballen, een balletje snel wilt laten gaan. Ja. Voor verdedigen is het vrij geschikt eigenlijk om de omgekeerde redenen die Cruijff noemt. Omdat wat veel van die ploegen doen, die verdedigen in 4-4-2. Dan heb je eigenlijk die twee centrumspitsen. Die verdedigen de verdedigende middenvelders van de tegenstander. Dan heb je nog die twee centrale middenvelders. Dan ook nog die twee centrale verdedigers. Dan heb je 6 man centraal. En vaak ook nog die backs en die buitense middenvelders. Die ook nog dat centrum komen verdedigen. Ja. En daarom kom je niet door Atletico heen. Omdat iedereen staat op het middenveld. En daar is geen ruimte voor de tegenstander om te combineren. Dus eigenlijk de omgekeerde gedachte. Als jij start vanuit denken. Kijk, Cruijff start altijd vanuit denken vanuit balbezit. Ja. Maar als jij start met denken, zij lokken je juist naar de zijkant daarmee. Ja. Dat is eigenlijk wat ze dan doen. En jij wil inderdaad dat de tegenstander niet door het centrum kan combineren. Ja, zet dan maar lekker die 4-4-2 neer met iedereen in het centrum. En laat die tegenstander naar de zijkant pasen. Je dwingt eigenlijk af dat ze een soort U-vorm om je heen gaan spelen natuurlijk. Want de ruimte ligt eigenlijk op die plek waar normaal in een 4-3 systeem je buitenspelers zouden staan als verdedigers. Ja. Ja, dat zijn precies eigenlijk de plekken waar je de tegenstander niet zoveel pijn kunt doen. Nee, en hoe lost de Cruijff en Guardiola nu, tenminste vroeger Cruijff en nu Guardiola dat op? Nou ja, Cruijff die was natuurlijk trainer in een periode dat 4-4-2 vlak echt extreem dominant was. Dat was ook de reden dat hij als trainer vaak 3-4-3 ruit speelde. Nou, en dan creëer je dat eigenlijk al van dat je toch vrije mensen op het middenveld krijgt door daar extra linies te creëren. Dus dan heb je je 3 centrale verdedigers tegen 2 spitsen van de tegenstander. Dan heb je daar al een vrije man, zodat je meteen kan gaan opbouwen. Nou, dan heb je die man die centrale middenvelder voor de defensie, dat is vaak Koeman of Guardiola, echt een goede paser. Die staat daar. Maar die tegenstander die wordt eigenlijk gebonden, die 2 centrale middenvelders, door de 2 centrale middenvelders die Cruijff daar neerzetten. Mm-hmm. Nou, dan heb je die buitenste middenvelder. Ja, die kun je ook niet helemaal druk laten zetten op die verdedigende middenvelder. Dan heb je ook nog de nummer 10. Ja, wie ga je die laten opvangen? Doe je centrale middenvelders dat? Kun je al geen druk meer zetten? En dan was het spelletje wat hij daarmee speelde. En eigenlijk is het heel vergelijkbaar met de gedachtegang die je nu ziet bij Guardiola. Dus dan had je daar een ruit op het middenveld. Nou, Guardiola is misschien meer vaak een vierkant op het middenveld. Met dus eigenlijk exact dezelfde 3-4-3. Waar je hetzelfde principe ziet van eigenlijk maar 1 speler aan de buitenkant. Waardoor je toch weer die extra man op het middenveld Precies, want dat is het om te voorkomen, toch? Je wil geen overtal op het middenveld bij de tegenstander hebben. Nee, en je ziet op een gegeven moment inderdaad dat City is vooral heel goed in het verwarring zaaien tussen de linies. Hè. Tegenstanders als Crystal Palace, Burnley, die proberen het zo compact mogelijk te houden. Maar als je op een gegeven moment tussen die linies weet te komen en je weet daar spelers ook te vinden, dus Rodri die met zijn passing de Bruyne snel kan inspelen, dan krijg je toch twijfel. Want moet die middenvelder terug, stopt een verdediger door. En daar zijn ze bij City heel scherp op. Hè. Op het doorstappen van een verdediger. Dit seizoen zijn er al heel veel acties geweest van Foden die vanaf links naar binnen komt op het moment dat die rechter centrale doorstapt. Duiken ze razendsnel in dat gat. Ja. En daar loeren ze op. Ja, dat is ook een beetje de reden van ons vele balbezit. We hadden eerder over, hij houdt eigenlijk niet van tiki-taka. Maar de reden dat hij toch zoveel rondtikt, is eigenlijk die bal is een lokaas. Het is wachten op die tegenstander die op een gegeven moment gaat happen. Hè? Ook met die backs aan de binnenkant. Hey, je zet zo'n back aan de binnenkant. Ja, op een gegeven moment stapt misschien een van de centrale middenvelders uit richting die back. Ja. Als hij daar dan toch wordt aangespeeld. Omdat als speler word je toch van nature, ook al heb je nog de trainers hard gezegd van we gaan met z'n allen verdedigen. Je wordt op een gegeven moment toch gelokt door die bal. Je wil toch druk ontwikkelen op die bal. Ontstaat in jouw rug een ruimte. Nou, waar Bas het over heeft, dan heb je op een gegeven moment de ruimte die ontstaat. Dan gaat misschien een van die centrale verdedigers eruit. En dan ontstaat die ruimte. Alleen je moet wel eerst die bal rondtikken als lokaas om die tegenstander uit zijn organisatie te krijgen. Ze spelen vaak tegen hele compacte organisaties. En dan zie je toch vaak waar de bal heen beweegt. Daar beweegt het hele team naartoe. Want het staat zo kort op elkaar. En dan is het eigenlijk gewoon wachten op het juiste moment en dan toeslaan. Ja. En je ziet bij City ook dit seizoen vaak dat een van de buitenspelers blijft dan hoog wegstaan. Dus eigenlijk in de hoop dat de verdediger, de mandekker in dat geval, dan ook blijft hangen. Zo spelen ze ook een beetje met de buitenspelval. Het is eigenlijk continu het spelen met ruimtes wat ze doen. Inderdaad, het uit de organisatie lokken van de tegenstander.
Ja. Als we dan gaan naar Cruijff de voetballer, echt weergaloos. Een artiest, fenomenaal goed. Lijkt me niet echt een speler die altijd, weet je, die speelt ook zijn eigen wedstrijd. En dat zul je ook altijd moeten doen. Op het moment dat je nou de voorhoede speler zet, hè, en je hebt zoveel opdrachten, krijg je mee. Dat houdt toch wel ergens op? Ja, maar ik denk bijvoorbeeld Mahrez. Dat is de artiest eigenlijk. Ja, maar dat is dan een moment dat je gewoon zelf je keuze moet maken, toch? Ja, maar ik denk dat het wel meevalt wat hij aan opdrachten meekrijgt. Ik denk dat op andere posities zal het wel meer zijn. Alleen Mahrez, inderdaad die vastigheden waar we net over hadden. Dat je in een bepaalde positie weet van, oké, dit zijn mijn afspeelmogelijkheden. Hè. Ja. Met wie ik ook samenspeel, die gaat die lopen actie maken. En ik kreeg een optie in de breedte. Ik denk dat voor Mahrez dat het wat dat betreft nog wel redelijk overzichtelijk is, hoor. Dat hij wordt gewoon zo vaak mogelijk in de 1-tegen-1 situatie gebracht. Daarin kan hij zijn ding doen. Hè? Dat is een grote kwaliteit. Ja, dat is wat Cruijff ook stelt. Hè? Dus als mijn aanval in de 1-op-1, dan zegt hij ook van zoek het lekker uit. Ja, laat de rest wegblijven. Kom niet te dichtbij, natuurlijk. Zorg dat hij andere opties heeft. Ja. Maar geef hem ook die ruimte om die actie te maken. Want ja, dan breng je de boel pas echt in beweging natuurlijk, hè, als je een tegenstander uitspeelt. Ja, precies. En dat is ook wel wat grappig. Want als je navraag gaat doen van mensen die dan werken met Guardiola en hoe die traint en hoe die werkt. En je kijkt naar het voetbal en wij praten erover. Kunnen we er 3 uur over praten over alle details die erin zitten. Maar wat die mensen eigenlijk allemaal zeggen is, hetzelfde als wat altijd over Cruijff gezegd werd. Hij maakt het gewoon heel simpel. Hij zegt 2-3 dingen en dan weet iedereen wat hij moet doen. Dus eigenlijk, ja, Mahrez, die krijgt maar ja, heel weinig opdrachten. Alleen, doordat alles wel ooit gedaan is met een idee, zijn die spelers op een gegeven moment zelf op het veld in staat om ja, al die verschillende patronen te ontwikkelen. Maar zo komt het wel eens over, toch? We hebben het wel eens gehad dat je kunt ook een wedstrijd op voorhand helemaal dood analyseren en alles overdenken. Dat klopt, dat klopt. Alleen, nou ja, wat je hoort van de mensen die met hem werken is dat hij zegt, ja, Guardiola is vooral heel erg goed om het uiteindelijk weer terug te brengen tot iets ontzettend simpels. Dat is natuurlijk ook iets wat Cruijff vaak gezegd heeft, van ja, over dat simpel voetballen, dat het het allermoeilijkste is. Ja, dat is uiteindelijk wat hij ook bij City probeert te doen. En dat is ook richting die spelers, het vooral simpel maken. Dit is een schitterend fragment. Als je dit kijkt, moet je dit ook even opzoeken van Henri. Die vertelt over de werkwijze van Guardiola. En nou, de taken die hij had, hij speelde ook bij Guardiola vaak aan die linkerzijkant. Ja. En over de taken, et cetera, die daarbij hoorden. En die legt uit van hoe Guardiola dat aan hen uitlegde. Nou, dat iemand die 1 jaar, geloof ik maar, onder hem gespeeld heeft, in staat is om zo goed te reproduceren, laat al wel zien hoe helder Guardiola dit allemaal heeft uitgelegd. Maar die heeft het over, ja, ik moest iedere keer aan de zijkant staan. En hij vertelt over een wedstrijd tegen Celtic, waar die op een gegeven moment voor rust zoiets had van, ja, ik sta iedere keer aan de zijkant, alleen maar te wachten. Ik krijg geen bal. Ik ga op een gegeven moment maar een beetje zwerven. Op een gegeven moment, hij gaat zwerven. En hij krijgt als linksbuiten de bal op een positie waar hij eigenlijk niet had moeten staan. En dan maakt daaruit het doelpunt. Het is rust. Hij is zoiets van, nou, ja, lekker gespeeld hier vandaag, doelpuntje gemaakt. En die Guardiola, die gaat helemaal uit zijn plaat tegen die Harry. Over dat hij zich niet aan de teamtaken heeft gehouden. Die wisselt hem. Die zit een andere speler daar neer. Die wel, een Pedro, die dan gewoon wel daar het spel breed houdt. Want hij zegt, ja, ik vertel je tot de laatste derde. Precies wat jij moet laten doen, wat jij moet doen in het laatste derde, het laatste gedeelte voor het goal. Ja. Daar is jouw kwaliteit, daar mag jij het uitzoeken, daar moet jij het verschil brengen. Maar ik breng jullie daar naartoe. En om jullie daar te brengen, in die situaties waar jij het verschil kan maken, Henri, moet jij tot die tijd het veld heel erg breed houden. En als je dat niet doet, ook al maak ik op die manier een doelpunt, ik wissel je. En ja, dat is natuurlijk, dat is hetzelfde als wat Cruijff natuurlijk gedaan zou hebben. Als een speler op die manier eigenwijs denkt te doen en een doelpunt maakt, ja, schijt eraan, ik wissel je gewoon. Nee, maar serieus, de manier waarop Pieter dit vertelt, hè? Ja. En hij spreekt met jou op zaterdag af, ja, je moet zo'n analyse maken. Dan ga je er ook niet meer van afstappen. Nee. Eerlijk, hè? Dat zou je niet doen, hè? Nee. Ik moet zeggen, ik vond het ook wel grappig. Je zei één Pedro. En het grappige is ook wel bij Guardiola en zijn teams. Je hebt altijd wel een paar van die spelers waarvan je denkt van, nou, zet je die bij Sevilla of Everton neer, zou niet zo opvallen. Alleen, er zijn wel jongens die heel taakbewust zijn. Hè? Pedro is daar denk ik een goed voorbeeld van toen bij Barcelona. Zinchenko bij City, geen heel bijzondere speler. Fabian Delph, die belangrijk voor hem was, hè? Op een bepaalde manier. Terwijl ja, bij een middenmotor zou hij misschien niet eens opvallen. Maar ik denk dat die jongens dan vooral ook geselecteerd worden op dat ze die taken begrijpen en er gewoon trouw ook de taken uitvoeren. En ja, daarmee de sterren, dus Henri, nou, was in dit geval even faciliterend, maar ja, normaal laat excelleren. Ja, precies. We hadden het net al over de valse negen.
Eigenlijk is die valse 9 toch ontstaan in de periode van Cruijff als speler? Hij was zelf een valse 9 inderdaad. En nou ja, het is niet daar ontstaan. In het voetbal zijn er natuurlijk een heleboel dingen die al uitgevonden zijn. Dus de valse 9 is volgens de geschiedenisboeken al ontstaan in de jaren 30 bij Das Wunderteam uit Oostenrijk, Matthias Sindelar. Dus dat even. Ja, die was ik even vergeten. Was trouwens mooi. Guardiola kreeg een laatste vraag over die backs aan de binnenkant. Dat is natuurlijk ook een nieuwigheid. Maar die ging ook even uitleggen dat in de jaren 50 dat er ook al een team was dat met de backs aan de binnenkant speelde. Dus dat hij het zeker niet had uitgevonden. Dus in die zin, alles in het voetbal is wel een keertje gebeurd. Alleen het wordt uitgevonden op een nieuwe manier. Dan heb je dus ook de halve tienen, toch? Vroeger had je een links binnen en een rechts binnen, toch? Zijn dat dan de halve tienen? Nou ja, in principe wel. Kijk, als je het voetbal is ooit inderdaad begonnen vanuit die 3-2-5 formatie. Zo speelde op een gegeven moment iedereen. Ja. Of 2-3-5, die formaties zijn weer begonnen. Nou, als je nu kijkt hoe City staat in balbezit, dat is weer helemaal terug naar de oorsprong van het voetbal. Alleen verdedigend staan ze wat anders. Dus wat dat betreft, ja, alles komt weer een keertje terug. Alleen net op een andere manier. Maar de valse 9 met Cruijff als speler, dat was wel een van de eerste teams die daar extreem succesvol mee was. Ja, want nu zegt hij daarover. Zet er één in de spits, maakt er tutti frutti van. Dat is eigenlijk wat hij zegt, toch? Bijvoorbeeld een Kevin de Bruyne, Foden. Zo doet Guardiola dat, toch? Gewoon een creatieve jongen daar neerzetten, vrijheid geven en die ruimte die gelaten wordt, nou, maakt er gebruik van. Ja, vorig jaar tegen Real Madrid in de Champions League. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel kritiek gekregen naar die wedstrijd tegen Lyon. Wat denk ik ook wel terecht is dat hij daar veel kritiek op heeft gekregen. Omdat City moet natuurlijk winnen van Lyon. Maar aan de andere kant, als Sterling zo'n balletje erin schiet, dan zeggen we misschien het is een genie Guardiola. Dus wat dat betreft, je kunt er altijd twee kanten op uitleggen. Alleen die wedstrijden tegen Real Madrid, ja, dat was precies dat. Dus toen speelde hij eigenlijk met een dubbele valse negen vaak. Met Bernardo Silva en met Kevin De Bruyne, die allebei daar weg gingen bewegen. En dat tegen Ramos en Varane, die het lekker vinden om zijn spits te hebben. Waarmee ze in de duels kunnen komen, waar ze iedere keer hem kunnen voelen. Ja, die hadden er nu twee die eigenlijk er allebei nooit waren. En dan zag je in één keer, hey, die komen te zwemmen en die weten niet wat ze moeten doen. Ja, en dat was briljant en dat werkte fantastisch. En ook dit jaar heeft hij het weer een keer geflikt. Was het dan ook tegen Chelsea, geloof ik, dat hij het weer deed met Kevin De Bruyne als valse nummer 9. En dat hij er ook eigenlijk nul controle op hadden. Ja, het is gewoon een truc waarvan je weet, hij heeft hem altijd in zijn achterzak. Alleen je weet niet wanneer hij uit de achterzak gaat komen. Het grappige is, Bas, het wordt vaak als een truc ingezet. Het is niet een vast recept voor een heel seizoen, hè? Nee, maar ik denk dat je moet tegenstanders natuurlijk verrassen. Hè? Tegen de ene tegenstander werkt het wel, maar tegen de ander niet. Natuurlijk, als je met een laag blok blijft staan, Burnley, stel je verdedigt op je eigen 16, dan heeft het denk ik wel minder effect. Ja. Burnley bijvoorbeeld, die keepers, dat zijn vaak uitblinkers. Die worden bijna allemaal Engels international. Heaton, Nick Pope. Maar het komt omdat Burnley door de manier van verdedigen eigenlijk heel veel afstandsschoten afdwingt. En voor keepers zijn dat eigenlijk dankbare reddingen. Jij wordt eigenlijk de uitblinker. Je komt vaak in beeld bij de samenvatting. En stiekem speelt dat denk ik toch mee in de beeldvorming. En tegen dat soort tegenstanders werkt het denk ik weer minder goed. Brighton, dat is wel een ploeg. Kijk, natuurlijk worden die tegen City teruggedrongen. En het is wel een ploeg die intentie heeft eigenlijk om vooruit te spelen, vooruit te verdedigen, voetballend op te bouwen. En dan merk je wel, bij die spelers zit ook wel in de natuur om door te dekken. Dus als De Bruyne dan vanuit de negen positie zich terug laat zakken, dan wil een Joël Veldman wil nog wel eens doorstappen. Ja, precies. Want dan ga ik gelijk door naar het volgende punt, laatste punt. Vind de zwakke plek van de tegenstander en je hebt gewonnen. Vroeger werd een trainer wel eens, die zei nog wel eens van, we gaan van eigen kracht uit, de tegenstander doet er niet toe. Dat is wel echt achterhaald, toch? Ja. In hetzelfde interview van Alexander-Arnold, waar ik straks over had, vertelde hij ook van, ik begrijp eigenlijk wel waarom tegenstanders mij uitzoeken als zwak punt, defensief bij Liverpool. Mm-hmm. Ik zou het zelf doen als ik trainer was. En hij probeert dat te verbeteren. En dat is natuurlijk wat Guardiola ook al doet. Hè? De Liverpool City kan me ook nog wel een keer herinneren dat ze die linkerflank, of eigenlijk de rechterflank van Liverpool eigenlijk meteen opzoeken. En Guardiola, je ziet ook, hij zoekt eigenlijk naar manieren om zijn sterkere spelers, zijn sterkste aanvallers, zijn meest verrassende aanvallers in de 1 tegen 1 te brengen. En dat faciliteert hij de rest eigenlijk omheen. Ja, en juist ook aanvallend. Ik denk dat dat ook leuk is. Dat zie je bij Guardiola ook heel erg terug. En dat is natuurlijk ook hoe Cruijff dat vaak deed. Je kunt natuurlijk een tegenstander analyseren en denken, maar die spits, dan zet ik er 17 extra verdedigers in en dan kunnen we er misschien tegenhouden. Ja, Alexander-Arnold bijvoorbeeld. Ja. Een dreigende back.
Precies, maar zij kijken veel meer op een manier van, oké, maar hoe kan ik hier aanvallend mijn voordeel mee halen bij deze tegenstander? Wat is een zwakke plek? En hoe kan ik die zwakke plek, hoe kan ik dat accentueren dat we daar in door moeten komen? Ik herinner me nog die docu over achter de schermen bij Manchester City. Nou, daar hebben ze van alle speeches van Guardiola, zie je dat ze het hele tactische gedeelte hebben ze eruit geknipt. En dan staat alleen nog het gedeelte, come on guys! En dan denken mensen die daar kijken, terwijl je ziet op het tactiekbord achter staan, en je ziet hem voor een scherm staan waar die dan allerlei beelden heeft getoond. Maar alleen het come on guys wordt laten zien. Dan denken ook nog mensen van, oh zie je wel, Guardiola doet helemaal niks ingewikkeld. Hij zegt alleen come on guys. Ja, daarom staat hij voor een tactiekbord of voor een scherm. Of neemt hij de hele ploeg mee naar de bioscoop om daar een videoanalyse te geven. Om alleen come on guys te zeggen. Dat heeft natuurlijk helemaal niet daarvoor ook een tactische instructie gegeven. Maar je ziet één voorbeeld, die wordt er wel uitgelegd van een wedstrijd. Ik weet niet eens met de gebied was. Ik denk tegen een Burnley-achtige tegenstander. En toen ging het over hoe ze ruimtes konden creëren voor Kevin de Bruyne. Om dan als aanvallende middenvelder vrij te komen. En wat verschillende spelers moesten doen om hem dan daar in die ruimte vrij te krijgen. En toen scoorden ze uiteindelijk, maakten ze uiteindelijk ook een doelpunt. Precies via zo'n situatie waar dan Guardiola zag. Oh, hier kan ik wat ruimte creëren. En dat is veel meer de manier waarop hij ernaar kijkt. Van oké, ja, ik heb Kevin de Bruyne met zijn wapens, ik heb Sterling met zijn wapens. Hoe kan ik ervoor zorgen dat die speler in die situatie komt waar hij het verschil kan maken? Ja. En dat is die Guardiola manier van denken. En dat is dus ook inderdaad van bijvoorbeeld een back, een rechtsback van een tegenstander, Alexander-Arnold, is in 1 tegen 1 wel niet zo goed. Ja, dan probeer je vooral je structuur zo neer te zetten dat Leroy Sané, die dan je linksbuiten is, dat die zo vaak mogelijk in de 1 tegen 1 situatie komt met Trent Alexander-Arnold. Zodat je, je start niet met, Alexander-Arnold kan goed aanvallen, hoe breng ik daar extra zekerheid in? Nee, je denkt, hij is misschien minder goed in verdedigen, hoe kan ik daarvan profiteren? En ja, dat is ook hoe Guardiola wel altijd bezig is met tegenstanders. Hij is altijd aan het kijken naar waar kan ik aanvallend mijn voordeeltje behalen. Ja. En dat is heel interessant om te zien. Dat zei ik ook wel. Ik moet aan Arteta denken natuurlijk. Een leerling van Guardiola. Die heeft natuurlijk minder troeven in hand bij Arsenal. Maar Aubameyang was natuurlijk eind vorig seizoen wel het grote wapen. En eigenlijk die hele speelwijze die was erop geënt om Aubameyang maar in zo goed mogelijke positie te brengen. En dan gingen ze van rechts achteruit gingen ze opbouwen. Tegenstander op een gegeven moment ging druk zetten, want ze speelden vaak tegen topteams ook in die fase. Dus meer spelers komen daar naartoe. En dan heel snel verlegden ze het spel naar links, waar Aubameyang als links buiten stond. Ja. In grote ruimtes tegen een rechtsback. Kwam er nog bij Liverpool, Nico Williams speelde toen denk ik. Die werd helemaal zoekgespeeld door Aubameyang. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat Guardiola ook doet. Hè? Wat aansluit op wat Henry eerder zei. Zijn het dan patronen die je traint in aanloop naar zo'n wedstrijd? Nou, het is meer denk ik, het gaat vaak om de specifieke toepassing van de principes. Dus bijvoorbeeld waar we het over gehad hebben zijn die backs. Je ziet dat daar in die opbouwstructuur, dat hij daar heel veel variaties heeft afhankelijk van de specifieke tegenstander. Dus als je weet de tegenstander, die speelt op een bepaalde manier, dan is of bijvoorbeeld de linksback, soms zit in één keer Laporte linksback en die komt dan als derde centraal verdediger te spelen. Als Walker rechtsback speelt, komt die als derde centraal verdediger te spelen. Nou, dan komt die rechts de centrale helemaal centraal. De linker centrale komt dan links. Dan kom je zo in een driemans defensie uit. En dan bijvoorbeeld ook Cancelo, die kan aan de binnenkant komen te spelen als rechtsback, maar ook als linksback aan de binnenkant. En afhankelijk daarvan ontstaan weer elders op het veld ruimtes. En je ziet vaak in waar bijvoorbeeld de linksback staat en waar de rechtsback staat. Als ze aan het opbouwen zijn, dat bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe ze uiteindelijk hun aanvallen willen construeren. En eigenlijk als je wil begrijpen hoe City in een bepaalde wedstrijd wil gaan aanvallen, moet je gaan kijken naar waar de verdedigers staan. En dat klinkt heel erg als een contradictie van elkaar, maar dat is echt de manier. Nou, ik vind dat wel bijzonder, want vroeger was het wel zo in de tijd dat wij nog voetbalden, dat de backs waren zo'n beetje de slechtste spelers van de elftal. Of als je echt, laat maar zeggen, geen schade, dan werd je misschien nog wel eens links buiten gezet. Het is mij gelukkig niet overkomen hoor. Dus ik ben wel een tijdje back geweest. Oh, sorry. Maar dat is toch vroeger of zo? Ja, klopt. Nee, maar de backs, maar ook als je kijkt naar gecreëerde kansen bijvoorbeeld uit het open spel. Nou, ook in de Premier League, hè, je ziet dat bij steeds meer teams. Toevallig deze week nog een stuk over geschreven. Dat Crespo, bijvoorbeeld bij West Ham United, is creatief gezien de meest bepalende speler als het gaat om kansen creëren.
Lucas Digne bij Everton ook. Dus ja. Ook de lagere teams, die backs die worden eigenlijk steeds belangrijker. Maar je ook hebt omdat gezegd meer... dat die gasten van Liverpool dat de spelmakers zijn. Ja, ook omdat er meer variatie eigenlijk komt. Nou, Robertson is denk ik ja, toch meer een loper nog dan Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, Carragher noemt hem eigenlijk ja, een soort de bruine als rechtsback met zijn passing. Ja, dat is wel mooi eigenlijk hoe die plek zeg maar, steeds belangrijker is geworden. Want James Milner, Klopp vroeg in het begin een keer aan Milner van ja, oké, denk eens nou over de linksback positie, want ik wil je toch eens als linksback gaan gebruiken. Toen zei hij, ja, ik weet niet trainer, misschien kom ik wel te weinig aan de bal, ik zie niet zo zitten, ben ik niet bepalend genoeg. En Klopp die moest lachen, die begreep het eigenlijk niet, want die zei nou, bij mij zijn de backs, dat is een prachtige positie, je wordt juist heel bepalend aan de bal. Hij vertelde zo over bij Monday Night Football. En toen liet hij ook een paar momentjes zien. En ook die variatie met de backs die naar binnen komen, die buitenom gaan. Nou, bij Liverpool gaan ze natuurlijk wel vaker buitenom, hè, met Mané en Salah, die naar binnen komen. Maar bij City, ja, dat is echt een ongekend veelzijdige positie. Cancelo, nou, er is best iets voor te zeggen dat hij een speler van het seizoen is in de Premier League. Of in ieder geval in de top 3 staat. Als je ziet waar die allemaal is uitgekomen. Hij legt zo langzaamaan die route van Lam ook af. Die begon ook als back en uiteindelijk werd hij een hele goede controleur. Kimmich begon als back, is een hele goede controleur. Hij zou dat op zich kunnen. Ja, hij speelt er natuurlijk vaak al als ze de bal hebben. Dus ja, je ziet die ontwikkeling gaande. En dat is ook iets wat Guardiola dan wel in hem heeft gezien. Eigenlijk al toen hij bij Juventus speelde. Van, die heeft die kwaliteiten aan de bal. En die gaat met hem aan het werk en die gaat met hem trainen. En uiteindelijk kan hij dat nu brengen. En naar het open spel is hij een van de gevaarlijkste spelers op dit moment in de Premier League. Wat betreft het creëren van kansen betreft. Ja, dat gaat er wel om. Ja, je ziet hem ook met Zinchenko inderdaad. Ja, die hebben we ook in Nederland gehad, hè? Zinchenko. Die speelde bij PSV. Ja, niemand kan hem nog herinneren bij PSV. Die werd ergens of op 10 of rechtsbuiten weggezet. En een jaar later, dat was echt letterlijk een jaar later, speelde hij al in de basis bij City als linksback. Ja. En dat is dan toch een andere manier van naar zo'n speler kijken. Een andere manier naar een positie kijken. En dat is wel het leuke aan Manchester City. En het leuke ook aan het kijken naar Manchester City vind ik dat er zit altijd een idee achter. En dat idee is nooit hetzelfde als in de vorige wedstrijd. Op een gegeven moment, dit seizoen volgens mij voor het eerst gebeurd dat Guardiola 2 keer achter elkaar met dezelfde basisopstelling is begonnen. Ja, dat laat het ook al zien. Hij weet dat als een andere speler op een andere positie zet, ja, dan gebeurt er weer iets anders. Ontstaan elders de ruimtes. En dat is allemaal terug te herleiden naar Johan Cruijff. Ja, maar Angelino bijvoorbeeld. Want het gaat over Zinchenko. Angelino maakte veel meer indruk in de Eredivisie. Ja. Alleen voor Guardiola was hij denk ik toch een te eenzijdige back. Want de grote kwaliteit van hem is buiten omgaan. Natuurlijk een geweldige traptechniek. Dat zien we nu ook bij Leipzig. Alleen bij City had dat ook wel eens een beperking. Want nou ja, als Angelino als linksback speelt, dan kun je eigenlijk al niet met Sané in die tijd als linksbuiten spelen. Want ja, die houden het eigenlijk allebei breed. En Angelino was veel minder goed in het naar het centrum trekken, waar Zinchenko juist beter in was. En volgens mij, Angelino is zijn laatste wedstrijd die denk ik voor City speelde als uit tegen Liverpool. Ja. Dat hij vergat druk te zetten op die Fabinho scoorde, denk ik, toen. Ja, en ook nog, er was nog die voorzet waar Mané uiteindelijk hem volgens mij klopt in de lucht wel. Ja, nou, toen maakte hij eigenlijk een paar fouten tactisch qua inzicht met positionering. Het was direct het einde verhaal, want daar heeft hij voor geen minuut meer gespeeld. En werd hij verhuurd aan Leipzig en inmiddels verkocht, denk ik. Ja, inmiddels is hij inderdaad verkocht. Maar dat is inderdaad, ja, die kan hij maar op één manier gebruiken als back. En dan ben je al eigenlijk, ja, doe je al bijna niet meer mee voor Guardiola. Omdat hij dan niet meer tactisch kan variëren. Dus ja, dat is gewoon een andere manier van naar voetbal kijken. Ja. Hey Bas, ik heb dat verhaal, en Pieter natuurlijk ook, voor de uitzending al gelezen. Ik vind het echt een geweldig verhaal. Leuk om te lezen. Nou ben ik alleen benieuwd, hè. Nu heb je het geprojecteerd op Manchester City. Ja. Het Barcelona van Koeman of het Oranje van de Boer. Had het ook gekund? Het had zeker gekund. Ik denk wel dat je als kijker dan minder onder de indruk zou zijn. Ik moet zeggen dat ik... Tuurlijk, je weet hoe groot de invloed van Cruijff is geweest op de carrière van Guardiola. Alleen als je dan echt met eigenlijk de voetbalregels van Cruijff voor je gaat zitten kijken, dan is het toch wel bijzonder hoeveel er terugkomt. Want ik had, bij ieder punt had ik wel, denk ik wel 10 momenten kunnen vinden om te beschrijven. Okay. En ik denk wel dat dat bij Barcelona en bij Oranje wel minder is nog. Ik denk dat Bayern
zou in de buurt komen. Hè. Het gaat in de Duitse school gaat het natuurlijk vaker over gegenpressing. Ja. Maar dat komt eigenlijk ook heel erg dicht in de buurt bij waar Cruijff voor stond. Dus inderdaad, qua terminologie zul je iets anders uitkomen. En ik denk dat Bayern naast City wel het dichtst in de buurt komt. We hebben trouwens nog een prijsvraag, hè, voor die special. Ja, hoe kan je hem bestellen trouwens? www.vi.nl/nummer14. /nummer14, uitstekend. Ze gaan wel hard, dus mensen moeten er wel snel bij zijn. Maar de prijsvraag is, ja, weet je, door Michel samengesteld. Ik ben benieuwd of jullie het antwoord... Ja, als Michel Abink zegt, dat het basiskennis is, dan krijg je waarschijnlijk een vraag waar de mensen thuis in ieder geval een kwartier minimaal mee bezig zijn. Ik heb vandaag een vraag gehoord, dat ik echt geen idee van. Misschien de Bas, dat die het weet. Welke keeper heeft in zijn jeugdtijd ooit verzuimd om een loterijticket te verzilveren wat zijn ouders 1 miljoen euro kostte? Kan hij wel een hint krijgen welk jaartal of? Een fameuze keeper die verschillende keren de Champions League gewonnen heeft en ook wereldkampioen geworden is. Na 2000. Casillas. Ik hoor inderdaad het goed altijd geschild worden door Ruben. Ik heb Casillas, zeker. Thanks Ruben. Mooi hè. Buitenbeeld is nog steeds gewoon in beeld. Ja, dat is heel goed. Maar zal ik de vraag van Michel voorlezen aan de kijkers? Wij gaan hem niet beantwoorden, toch? Wij laten het aan de kijkers. Ja, nee, ik wist het in ieder geval niet. VI interviewde Johan Cruijff in 1997 na aanleiding van zijn 50ste verjaardag. Welke wedstrijd waarin hij zelf meespeelde noemde hij toen als zijn favoriete wedstrijd? Dit is een vraag van Michel. Een vraag van Michel. Ja, hij schudt uit maat, hoor. Ja, hij schudt. Ja, maar dat is niet normaal. Af en toe rijden we eens naar huis na een dag gewerkt en met Michel en denk ik van, ik weet er echt niks van. Terwijl af en toe heb je toch het idee dat je het redelijk volgt allemaal, dat je veel kijkt. Maar wat hij uit zijn hoofd allemaal weet, hè? Maar ik kwam er vandaag ook achter dat Michel die heeft gewoon FC Dordrecht tegen Jong FC Utrecht zitten kijken. Ja. Hij vond het wel leuk, hè? Die sla ik nog wel eens over, hoor. Ja. Nou, toch, hè, als mensen Michel een beetje willen leren kennen, want wij hebben het regelmatig over. Er is een coëfficiënte podcast, Polonaise podcast, waarin we het een beetje hadden over zijn datingleven en zo, toch? Die bestaat, ja. Als je goed in de archieven zoekt van de VI-podcast, dan moet je die nog wel kunnen terugvinden. Maar Sully trouwens echt in vorm was, die podcast. Sully was in bloedvorm, die podcast, ja. Maar als je Dordrecht, Jong Utrecht kijkt, dan blijft er ook wel weinig tijd over, als je dat soort wedstrijden ook moet zien. Ja, precies. Zullen we gaan afronden, jongens? Dat lijkt mij goed. Ja. Dus jongens, willen jullie deze special hebben? vi.nl/nummer14. De vraag is gesteld. Ja, voor nu bedankt voor het kijken. En volgende week weer een nieuwe Black Friday met of zonder Bas. Wat mij betreft met Bas, toch? Ik vind het een goede debutant. Scoren bij je debuut. Net als Johan Cruijff ooit tegen GVAV. Ja, dus wat dat betreft trekt hij zo die lijn door. Ja. Nou, laat in de comments weten of de minigoat er volgende week weer bij moet zijn. Als jullie net zo enthousiast zijn als wij, dan is hij er ook weer bij. Voor nu bedankt. Tot ziens.